Jo de Lat. Ik vertel mijn verhaal en ik loop al een x-aantal jaren op de braderie. Om te, aan de in mensen die niet commercieel zijn, dus aan, zoals bijvoorbeeld de vrouwen van nu, te vragen wat ze doen, wat ze hier op de braderie doen. Wat er nog meer staat te gebeuren, wat voor programma's aanbieden. Maar ik ga natuurlijk ook bij de zwemclub en bij de toneelvereniging. Al die verenigingen dan even een praatje maken. Van joh, wat bieden jullie aan? Wat doen jullie te braderie? Doe ik al wat ik afgelopen jaar gedaan heb voor Radio Centraal zijn. Is natuurlijk de Alpen d'Huez 6, daar ben ik geweest. Wij staan hier op de braderie voor de gereformeerde kerk en wij doen als kerk doen wij altijd een organisatie ondersteunen en dat is deze keer de House of Hope. Dat is een organisatie in Rotterdam-Zuid die de minder bedeelden bijstaan en ondersteunen met meubels, met advies. En daar verkopen wij koeken voor en de opbrengst van deze koeken gaat naar die organisatie toe. Ik ben Attie de Vos en lid van de vereniging Vrouwen van Nu. Dat is een landelijke vrouwenorganisatie die dus al zo meer dan 80 jaar bestaat. Maar in al 65 jaar hebben we dus ook in Bergambacht een afdeling. Daar zijn ook leden uit Schoonhoven en Amerstol. En wij hebben dus een club die 9 keer in het jaar een maandelijkse bijeenkomst heeft. De zomermaanden ligt het stil, maar dan doen we weer wat anders. Dan gaan we lekker fietsen. We hebben een gespreksgroep, we hebben een leeskring, dus mensen die lezen en het leuk vinden om een boek te bespreken met anderen. Dan is dat gewoon een prima vrije tijdsbesteding. Hey, ik ben hier bij Jan de Val, de juwelier in Bergambacht. Ja, iets speciaals of zo? Vertel eens, Jan. Ja, op het moment hebben we dus een hele nieuwe gietinstallatie geïnvesteerd. Daar gaan we dus nieuwe producten mee maken. En daarnaast, nieuwe producten? Wat voor producten zijn dat? We hebben dus in wezen kunnen we nu producten gieten. Die we dus van tevoren konden we dat niet. Een nieuwe machine, die kunnen we dus met 3D... hebben we dus een nieuw 3D-programma. Daar kunnen we 3D mee printen. En daarna... Ik mag zeggen, ik heb een idee met mijn vrouw. Ik ga trouwen. Dan zeg ik op een gegeven moment, hey, meneer de Val, dat. Dan is alles mogelijk, begrijp ik. Dan is in principe alles mogelijk. Ik kan mijn trouwen in laten maken, ik kan alles laten maken. We kunnen in wezen in allerlei materialen zelfs schieten. We kunnen zilver, goud, witgoud, platina, palladium. We kunnen in principe kroonrammen. Die heeft nu een 3D tekenprogramma. Dan kan hij dus met de klant samen kandidaat dus bepalen wat ze graag willen. Dan maakt hij eerst een 3D foto van. En dan kunnen ze zeggen van joh, dat is het. En daarnaast kunnen we hem dus helemaal zelf hier produceren. Dus we... Wat heb je te bieden, Swop? We hebben ontzettend veel te bieden en allemaal op het gebied van welzijn. Voor de ouderen. Vroeger waren de ouderen vanaf 55. Tegenwoordig is het eigenlijk een beetje 65, 70. Toch heeft Swop gemeend, gezien de reacties die we krijgen voor activiteit en cursussen, om het boekje te brengen bij mensen van 60 plus. In dit boekje ziet u ontzettend veel activiteiten en cursussen die wij allemaal voor uw welzijn organiseren. Ik ben hier bij de stand van de gemeente Bergambacht. Wat een uitgebreide stand. Ik zie je fruit. Wethouder, vertel eens even, wat is hier gaande? Nou, als gemeente hebben we elk jaar een thema. Dit jaar is het duurzaamheid. We hebben de afgelopen 8 jaar ook redelijk wat duurzaamheidsprojecten gehad. Duurzaamheid is dat je mensen nadenken over dat alles wat ik gebruik, dat je dat op een verstandige manier doet, zodat je de dingen niet opmaakt, maar dat je probeert dingen her te gebruiken.
dat je probeert zuinig met dingen te zijn. Recyclen, moeilijk woord. He? Recyclen. Bijvoorbeeld, ja. Daar werken we met het afval aan. Vandaar dat hier een aantal dingen staan rond afval. We hebben het ook over zonlicht, wat we nog heel nuttig kunnen gebruiken. Vandaar ook zonnepanelen. We gaan binnenkort gezamenlijk met onze bewoners een aanbesteding doen voor zonnepanelen. Dus daar maken we reclame voor. Ja, we hebben ook natuurlijk in het kader van de gezondheid dat mensen ook moeten nadenken over hun gezondheid. Dat is ook duurzaam. Vandaar de appel. Wandelen hebben we aandacht voor. Feestje bouwen! Het zonnetje gaat schijnen, met de zomer in zijn land. Allee! Ik ben hier op de braderie en gaan we zie ik ineens een verandering van decoretten. Wat is hier gaande? Nou, we zijn vandaag voor het eerst open met de nieuwe winkel. Helemaal nieuw ingericht volgens de nieuwe normen. Nieuwe moderne winkel. Alle productgroepen op één verdieping. Alle productgroepen op één verdieping. Houdt dat in dat de mensen hier even komen kijken en verder thuisadvies verder geeft? Ja, klopt. Mensen kunnen hier ideeën opdoen. We kunnen hier advies geven. Maar als de mensen het prettig vinden, kunnen we ook thuis bij de mensen aan huis het advies geven. Dan zien we gelijk de bestaande situatie. Dus het meest efficiënt. Geen producten, maar we verkopen sfeer en verkopen ideeën. Wat past bij iedere consument en bij ieder budget, kunnen wij een prachtig plaatje maken voor iedere consument. Ja, en dan kun je minder vierkante meters, heel veel tonen, heel veel indrukken geven. En dan kun je daarmee met de klant op een gegeven moment zeggen, wat gaan we nou eens met elkaar doen? Dus het is eigenlijk een bedrijf tijd voor klanten hebben. Klopt. Ik denk dat het steeds belangrijk is om aandacht voor je klant te hebben en aandacht te geven. En met creatieve ideeën de mensen op leuke ideeën brengen. En dan het uitvoeren bij de consument aan huis. Dat is ook een belangrijke poot voor ons. Kwaliteit hoog, kwantiteit wenselijk. Klopt, ja, een goede samenvatting. Dat is het belangrijk, toch? Een goede samenvatting, ja. En jullie zijn het idee van het bedrijf weer. Als het moet, kan het ook desnoods s'nachts doorgaan. Want u bent op tijd met uw inrichting absoluut. Klaar. Absoluut. Als wij zeggen dan en dan is klaar, dan is het dan en dan klaar. Decoretten houdt zich aan de tijd. Juist, heel belangrijk. Dankjewel. En dan zie ik ineens Harry Holthuizen. Harry, wat zeg jij over deze mooie Hoofdstraat? Ja, Nico, ik ben hier traditioneel. Elk jaar wennen we op deze braderie. Hè? Dus zo zeldzaam, zoals dat hier georganiseerd is door de gemeente en door de winkeliersvereniging. Maar was jij niet de huisstraat te maken van dit project? Ja, dat was ik hier al. Jij hebt toch dat hele project aangelegd hier bij Hoofdstraat? Helemaal, ja. En wat vind je nou dat de mensen er nog steeds van genieten? Zonder meer, dat is... Daarom ben ik ook hier, om alle mensen weer eens te zien die mij herkennen. En is het een bijzondere verrassing van mensen die zeggen, hey, leuk dat je ook hier weer bent, voor de zoveelste keer. Ja. En hoe oud ben je nou? Ja, 71, Nico. En nog steeds bezig, hè? Ja, een beetje, ja. Beetje minder, maar in ieder geval, jouw hoofdstraat is jouw hoofdstraat gebleven. Ja, dat is het. Hoeveel jaren geleden Wim Kof hier was? 1996. Nou, eens even kijken. Ja. Hey, bedankt. Ja, graag gedaan. Ik ben hier bij de braderie en ja, daar ontmoet ik eigenlijk mevrouw Oskam. Mevrouw Oskam, hoe loopt de braderie? Prima, we hebben geweldig weer. Goede animo, dus we zijn heel tevreden. Nou is dit een onderdeel van de winkel op, want jullie organiseren veel. Begrijp ik het goed dat uw man voorzitter is van de winkeliersvereniging? Ja, Marcel is mijn man en die is voorzitter van de winkeliersvereniging. En wat bent u dan eigenlijk? Een klein beetje buffer op de achtergrond? Of? Ik ben vrouw op de achtergrond, ja. Vrouw op de achtergrond. Ja. En dan moet je stuwen. Wat zegt u? Moet je heel veel stuwen, duwen en dan... Nee hoor, gewoon er zijn als het nodig is. Kijk. Bij Braderie hebben we altijd de laatste zomercollectie voor leuke prijsjes. En dat is de laatste dag van de zomercollectie. En maandag beginnen we weer met de nieuwe start voor najaar, winter 2013-2014. En dan gaan we allemaal. Ik heb een